toen bij jou bij de Stober was, zei ik ook, ik heb in potentie 460 ambassadeurs. Hè, en ik wil ook heel graag het beleid, zeg maar, wat jullie uiteindelijk besloten hebben, zeg maar, goed kunnen uitdragen. Daarbij aangetekend dat we misschien echt niet altijd eens zijn met het beleid, maar wel degelijk met z'n allen in diezelfde stad zitten. En dan zou het ook op die manier verwoorden naar onze klanten toe, die natuurlijk totaal onder draagvlak gaat krijgen. Een van de dingen die je toen tegen mij zei was van, goh Sven, kom nou eens met dingen vanuit jouw vak, hè, want jullie lopen elke dag in die markt rond. Ja. En breng dat nou eens bij de tafel, zodat ik er wat mee kan. Nou, met het bestuur hebben we daar gisteren ook weer over gehad en dat blijkt toch best een lastige opgave. En toen kwamen we op één stadsdeel wat bij ons altijd zeg maar, tot nu toe negatief in het oog springt. En dat is Zuidoost. Die kon ik al gokken. Ja, nee, ja, ja. Nou ja, het had 5 jaar geleden Noord kunnen zijn, maar vroeger was het Noord gestoord, maar tegenwoordig is het helemaal hip-hop en happening. Maar bij Zuidoost zijn we tot één ding gekomen, misschien dat dat van invloed is. Ik heb een filmpje laten zien, dat heet een heel mooi framing, maar is de naam alleen al. Op het moment dat wij, want bestuur zeiden we ook, hebben we als klanten en verwijzen die wel eens door naar Zuidoost? Ja, die hebben we. Die hebben een bepaald budget. En dan zeggen, dan kan je prima huis kopen. En op het moment dat je dan Amsterdam en Zuidoost laat vallen, zeggen ze, nee, daar wil ik niet wonen. Daar wil ik niet wonen. Ja. En, dus een paar elementen hebben we daar wel uitgehaald. Eén, zou het mogelijk zijn om Amsterdam Zuidoost gewoon Amsterdam te noemen? Want dat is in de rest van Amsterdam namelijk ook zo. Het is ook niet Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Noord. Het is allemaal Amsterdam. Ik denk dat het zeker een heel stil stuk zal schelen, omdat toen Funda dat deed, de zoekmachines, ook echt Amsterdam Zuidoost hadden en dat veranderde we naar Amsterdam, aanzienlijk meer traffic gegenereerd werd richting Zuidoost. Een ander onderdeel waar we op kwamen is toch, en dit in het gesprek dat we hadden ook al genoemd, bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Ja. Ik denk dat ieder wel eens weet als je de metro zeg maar richting Gein gaat, dat je dan zeker s'avonds dan niet het idee hebt, ik zit hier in een hele veilige omgeving om naar huis te gaan. Terwijl Gein Driedorp, wat rondom Gaasperdam zit, echt een fantastische woonomgeving is met de Gaasperplas en het dienstcentrum wat we allemaal kennen. Dus het zit hem toch in openbaar vervoer. Het zit hem volgens mij in een betere verdeling tussen, noem ik maar even gezegd, arm en rijk. Om je toch ziet dat er bepaalde dezelfde scholen zeg maar, voorkomen. Dus investeren in openbaar vervoer, waar we op gekomen. En ik hoop natuurlijk dat een aantal van mijn collega's me nu bijvallen. Zeggen, ja Sven, maar dat is er ook nog. Scholen en sportvelden. Wat zeg je? Scholen en sportvelden. Ja. Woonklimaat. Ja. Echt inzet op het woonklimaat, ja. Ja. Ja, ik herken hem wel als ja, het, ja, echt wel heel veel input krijgen hoor, maar ik herken hem heel erg wat je zegt. Als ik trouwens nu een enorme bak geld zou hebben als particulier en ik zou het willen investeren, dan zou ik in Zuidoost gaan kopen. Want we weten allemaal dat daar die prijsontwikkeling die de rest van Amsterdam al gehad heeft, dat die daar nog moet gaan plaatsvinden. En misschien ben ik optimist, maar die zal daar ook gewoon gaan plaatsvinden. Oftewel, we hebben Noord, we hebben Nieuw-West, dat is allemaal aangetrokken, Zuidoost is de toekomst. En daar gebeurt onwijs veel. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die in Diemen gaande zijn met woningbouw, waarbij we dus straks veel meer ook verbinding krijgen tussen Amsterdam en het stadsdeel Zuidoost. Dat je ziet dat er rondom station Holendrecht, het Amstel 3 gebied waar heel veel lege kantoren staan, dat daar nu een aantal grote partijen in geïnteresseerd zijn om die gebieden te transformeren naar mooie woonwijken met heel veel vrije markt huur en koop daarin. Dus dat je echt ziet, daar gaat echt wat gebeuren. Dus wat dat betreft ben ik het met je eens. Ik meen mij te herinneren dat wij ondertussen een paar jaar geleden al de officiële benaming Zuidoost erachter hebben afgeschaft. Alleen we moeten dus kennelijk wordt het nog niet overal zo herkend. Dus dat zouden we eens ook goed moeten kijken waar dat dan nog zit. Hebben we de bordjes dan nog staan in Zuidoost of wat dan ook. Want het is formeel al zo dat we inderdaad deze roep hebben. En het idee met openbaar vervoer. Ik denk dat Zuidoost het beste openbaar vervoer misschien wel van onze stad heeft. Maar het wordt niet zo ervaren. Nee. Waarom niet? Komt het wel bij je voor de deur? Ja, die metro komt niet overal voor de deur. Maar dat vraagt even naar die andere kijk. Maar hoe maken we dat kleine beetje erbij in het openbaar vervoer, zodat het net tussen de oren komt ja, te zitten? Ja, de beleving is het. Rob van der Steven. We hebben jarenlang een kantoor gehad in Amsterdam-Zuidoost. We hebben nog steeds een kantoor in Diemen. Ik heb toen destijds in Zuidoost ik heb veel opgetrokken met Hugo Fernandes Mendes. En hij werd moedeloos van het slechte imago wat met name de Bijlmer had. En het was ook zo dat het ging hartstikke goed. Er was heel veel blauw op straat. Het leefmilieu was fantastisch. Maar elke keer als er maar een klein iets gebeurde, dan stond het zo uitgemeten in de pers van weer een steekpartij, weer dit. Terwijl het in andere stadsdelen ook gebeurde. Mijn vraag is,
Wij hebben dat als makelaars niet, althans heel beperkt, hebben jullie enige grip op de pers om mee te helpen dat slechte imago in ieder geval niet te promoten. Ik zou het zo mooi vinden als je ja zegt. Ik denk dat ik nog kritischer door de pers gevolgd word dan menig makelaar. En dat vind ik maar goed ook dat dat zo is. Dus heb ik er grip op? Nee. Maar is het iets waar je gezamenlijke inspanning op moet leveren? Zeker wel. Laat ik dat in deze vertrouwelijkheid van deze bijeenkomst, trek me niks aan van of er camera's staan, ook gewoon zeggen dat ik mij er ook af en toe wel zorgen over maak hoe we dat ook als openbaar bestuur doen. We staan zelf ook niet bekend als zijn dat het openbaar bestuur in Zuidoost de schoonheidsprijs verdient en het beste zich laat zien. Dus er zijn echt wel dingen waarbij ik ook zeg, hey, dat mogen we ons als gemeente, als organisatie ook aantrekken. Als het gaat om die gevoelsmatige veiligheid, subjectieve veiligheid in Zuidoost, is dat zeker iets wat je serieus moet nemen. Als je kijkt naar allerlei objectieve veiligheidscijfers, dan is vooral het centrum van Amsterdam is heel onveilig. Dat wordt soms wel, ja, toch is het heel populair. Terwijl het gevoelsmatige onveiligheid, ja, daar is Zuidoost, springt er natuurlijk uit. Dus dat is ook iets waar we als gemeente steeds vaker nadrukkelijk naar kijken. Niet alleen maar kijken waar is het objectief, maar ook wat maak je, wat creëer je. Ja, ook daar geldt weer het woord woonklimaat. Je wil in een omgeving zitten waar je kinderen naar school kunnen, waar je een beetje ruimte hebt, waar je de hond kan uitlaten en waar je je veilig voelt. Dus ja, ik ben het er wel mee eens. Maar ik heb de media niet in een achterzak. Nee. Nou, misschien dat reclamebureau dat jullie gebruiken, zeg maar, die ook Amsterdam Beach zeggen en Amsterdam Castle en maar de slot. Ik bedoel, het werkt echt als een tierlier. Misschien moet hij ook eens een beetje de focus op dat soort dingen leggen, als het kan. Zou je de ontwikkeling in Nieuw-West als blauwdruk kunnen gebruiken om Zuidoost te verbeteren? Want in Nieuw-West zie je heel veel bouw wat na de oorlog is gebouwd. En ik krijg de indruk als ik nu door de sloot of op de Piet Kallenbaan rijd, dat het toch behoorlijk in kwaliteit vergroot is, of verbeterd is. Dat je die ontwikkelingen ook probeert te kopiëren naar Zuidoost. Er is al heel veel gedaan in Zuidoost. En nou dreigen we zelf het mee te gaan praten in de zin dat het in Zuidoost veel erger is dan in Nieuw-West. In Zuidoost is het volgens mij hartstikke goed en heel veel mensen wonen daar heel tevreden. Hoor ik ook heel vaak. Dus het is veel meer een beeld van de mensen buiten Zuidoost. Is Nieuw-West een blauwdruk voor Zuidoost? Nee. Voor een deel was namelijk Nieuw-West ook weer een kopie van wat ze in Zuidoost gedaan hebben. Hè. In Zuidoost zijn we eigenlijk met name de sloopnieuwbouwprojecten, volgens mij speelde dit al eerder in Zuidoost dan dat het in Nieuw-West speelt. Maar we zien wel dat je daar dezelfde structuren in sommige buurten ook hebt. En met name de bouw in Zuidoost, dat is wel een bouw waarbij er nu vaak gedacht wordt dat is een wat ongelukkige manier van bouwen. En dan praten we over de grote flats, de grote, hoe dat ervaren wordt, de parkeergarages. Waar we ondertussen geen raad mee weten, waarbij we eigenlijk bijna iedereen zeggen, wat zijn ze toch lelijk. Op een paar mensen die in Zuidoost wonen en daar heel erg van houden. Dus het is wel echt een andere wijk met een ander karakter dan Nieuw-West. Maar we zullen wel met die lessen die we in Noord en Nieuw-West laatst aan het trekken zijn, ook weer in Zuidoost moeten doen. Wat kunnen we voor op een maatwerk bij Zuidoost passend daar bieden. Overigens, leuk vind ik dan weer het voorbeeld van de flat Kleiburg. We dachten toch allemaal kansloze flats, die bleek heel erg populair te zijn toen die eenmaal in de koop per appartement aangeboden werd. De klusflat. De klusflat, ja. Ik ga toch even op. Ja, ik ben natuurlijk geen, dat weten we niet, maar ik ben geen Amsterdammer. Maar ik maak wel in een gemeente waar we ook zo'n wijk hebben, waar het imago niet zo geweldig is. En daar hebben de makelaars en de gemeente ook de handen in elkaar geslagen. En omdat het veel beeldvorming is, dus mensen haken af op het moment dat ze nog niet eens weten wat de wijk te bieden heeft, zijn we een filmpje aan het ontwikkelen om die positieve dingen in beeld te brengen. En die kunnen makelaars dan bij die objecten in Funda ook toevoegen, dan wordt het object ook beter gevonden. En als individuele makelaar ben je niet in staat om zo'n filmpje te maken, dat is gewoon te duur. Maar doordat de gemeente daarbij helpt, is dat een kans, zeg maar, om op die manier de positieve elementen van zijn wijk voor voet te leggen. Gemeente Schiedam. Yes. Gemeente Schiedam. Ja, misschien is dat ook Oost. Misschien is dat een goede suggestie, Sven, dat we daar samen ook eens naar gaan kijken of dat voor Amsterdam Zuidoost ook wat zou kunnen zijn. Ja. Oké.
Ja, ik ben vorige week met al mijn medewerkers naar de wijksafari in de Bijlmer van Adelaide Roos geweest. Ik weet niet of u dat project kent. En zo niet, kunt u vanavond, morgen en overmorgen geloof ik nog naartoe als u een kaartje voor kunt krijgen. Maar het bijzondere is dat Adelaide met al haar mensen laat zien hoe mooi de Bijlmer is. Hoe de hele ontwikkeling is geweest. We hebben daar kennis gemaakt met een echte Bijlmer-believer die ook ambassadeur is van Zuidoost. Architect, stedelijk ontwerper. Dus ik wou dit even kwijt en heel veel van mijn medewerkers, ik kende dat project al van vorig jaar, dus de reden dat ik zo mooi heb meegenomen. Ik zei heel veel mensen, god, is dat een ongelooflijk mooie, bijzondere, prachtige wijk met heel veel bijzondere mensen. We zijn uiteindelijk in de foodhallen in Zuidoost met z'n allen gaan eten. Ik kan u vertellen dat het is daar veel leuker en veel lekkerder dan in West. Dus daar is, nou, ik had maar even kwijt, er is heel veel positiefs inderdaad over dat stukje Amsterdam te vertellen. Dus nou, met de suggestie kunnen we niet samenwerken om dat beeld mooier en beter te maken. Wellicht kunnen we daar wat mee. Misschien ook wel met de mensen van Adelaide Rozen en al die mensen die daaraan mee hebben gewerkt. Om, is ook een samenwerking geweest met Stadsdeel Zuidoost om dat project te hernemen nu. Om daar met elkaar iets aan te doen. Sorry, maar ook een deel, maar ze moeten het maken als ze de hand in eigen boezem steken hoor. Want ik ben zelf kort mijn carrière begonnen in Zuidoost. En er was maar, toen op dat moment was er maar één kantoren in heel Zuidoost. Eén kantoren. Ja. En nu zijn er geloof ik, Rob, drie denk ik, drie NVM-kantoren in Zuidoost. Ja. Ja. En dus dat kan nagaan, op zo'n enorm gebied, met zo'n dichtheid. Terwijl dat in mijn optiek steeds een enorme potentie geeft. Kijk, Rob van Stegen heeft het ook ingesproken, want die heeft daar een kantoor. Maar er zijn toch heel veel makelaars, en dat zeg ik even oneerbiedig, die hun neus ophalen. En dat is toch wel gewoon het feit voor Zuidoost.